We hebben de European Outsourcing Association en daarvoor leerde ik dat in Italië outsourcing eigenlijk gewoon een vies woord is. Nou, de grap is, elk jaar ben ik altijd op zoek naar internationale sprekers. En wat gebeurt er dan? Dan zeggen ze, maar die heb je toch in Holland? Jullie zijn smart met de deals, hè? Jullie zijn veel verder dan. Herken je dat? Ja, absoluut. Weer een vinkje, mooi. Dames en heren, van harte welkom bij alweer de vierde editie van het jaarcongres voor Sourcing Executives. En vandaag proberen wij de sourcing puzzle op te lossen aan de hand van de Rubik's Cube. En hoe dat gaat u zien. We hebben keynote speakers, we hebben roundtable sessions, expert sessions. Een hele volle dag met de top van de Nederlandse sourcingwereld. Ik wens u veel kijk- en puzzelplezier. Iedereen zich nou specialiseert in de dingen waarin hij goed in is, dan gaat de totale productiviteit gaat omhoog. Dus daarin zul je altijd wel de nodige robbertjes vechten. Sommige dingen goed, je haalt successen. Wat mooie cost savings die we kunnen realiseren. Anderzijds gaat het ook over de schuurvlakken met elkaar opzoeken en durven tot het gaatje te gaan. They're looking for the best talent and the best labor wherever it is in the world. The rush to India carries on. But it's not the only place people are building centers. I think the other side, though, is that they're constantly raising the bar in terms of the complexity of what they're trying to try. They're going more global, they're outsourcing more, they're using multiple service providers. So when they get better at the basics, they raise the bar and then they still struggle. Stel jezelf 5 keer de vraag waarom, want dan heb je de echte oorzaak van het probleem te pakken. Althans, dan is de kans heel groot. En dan kun je ook gestructureerd werken aan een oplossing. I think it's a great event. I think it's really some of these things which I really like for participants. To share their experiences, to really learn from each other, because what I've seen is that there are companies with a different maturity level, and as I personally see that the role of sourcing and vendor management becomes one of the most important roles in an organization, I think events like this are absolutely necessary to help customers to learn from each other and to jumpstart activities, to be able to deliver against the changing business needs. Tommy's, de Outsource Manager, is een award die we nu uitreiken dit jaar voor de 4e keer. Dat zeg ik in 1 keer goed. Ik zou graag zien dat we meer kandidaten, nog meer kandidaten krijgen dan de jaar ervoor. Waarom? Het is zo leuk om uit velen te kiezen. De periode dat u zich kan aanmelden loopt tot eind augustus. Zodat wij op 12 december uit de 2 genomineerden van iedere categorie, en de categorieën kom ik zo even terug, en kunnen vertellen wie de outsourcing manager de Tommy Award wint voor 2013. When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. And when you smile. Dames en heren, u ziet het. Het oplossen van de sourcing puzzle is lastiger dan gedacht. En ik blijk er in ieder geval geen expert in te zijn. Misschien moet ik me ook maar gewoon houden bij mijn vak. Dat is namelijk dagvoorzitter spelen. Het was een eer om vandaag voor u te staan. Hopelijk. Zie ik u volgend jaar terug bij onze Lustrum editie. Het 5e jaar dat wij het congres houden voor Sourcing Executives. Voor nu, dank voor het kijken. Ik ga met Lisa en Joyce even een ritje maken. En hopelijk staat mijn naam daar volgend jaar tussen. Nu nog in die auto zien te komen. Ja, we binnen. Oh, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad a thing that she don't see what I see.